Jongen. Yo. Really, nigga? Hallo dames en heren, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag een speciale dag. Ik krijg namelijk regelmatig reacties van mensen die beweren dat ik niet verantwoordelijk ben. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje waar. Voordat deze video begint, laat me eerst even mijn stem opwarmen. Dit is een ballon. Pussy. Hallo, mijn naam is Dutchtuber. Oh my god, mijn stem. Nee, maar even serieus. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit is een ballon. En vandaag ga ik jullie bewijzen dat ik wel verantwoordelijk ben. Ik weet namelijk precies hoe je bijvoorbeeld met kinderen moet omgaan. Ik weet hoe je met kinderen moet omgaan. Kinderen zijn teder en moet je met rust en geduld behandelen. Kinderen zijn jong en je moet er dus vooral niet wild mee omgaan. Waarom maak je geen geluid? Voor de mensen die allemaal zeggen dat ik niet verantwoordelijk ben, heb ik vandaag een hele speciale vlog. Om deze vlog mee te beginnen wil ik namelijk gaan laten zien dat ook ik de perfecte vader zou zijn. Ik heb deze zeer realistische babyborn gekocht. Kijk, ik kan persoonlijk overal tegen. En dat is belangrijk als vader zijn. Je moet gewoon genoeg geduld hebben. En mag ik even... Ik wil even graag praten tegen mijn... Luister, hier is je sp. Ja, hier, stop hem in je mond. Kun je nu alsjeblieft even... Geduld is... belangrijk. Om mee te beginnen is het uiteraard heel erg van belang dat wij ervoor zorgen dat... Dit ding? Ja, jij bent het ding. Oké, dus hier hebben we een... luier. Uiteraard weet ik als perfecte, verantwoordelijke, zeer volwassen vader hoe dit werkt. A few inches later. Zo, we zorgen er nu in ieder geval voor dat hij niet meer in zijn... hoofd plast. Wacht even. Zoals jullie kunnen zien, de baby heeft de luier om. Heb jij de luier om? Jij hebt de... Zorg er ook voor dat je baby niet agressief wordt. Nou, ik denk dat we klaar zijn met het verzorgen van de baby. Ja, oké. Je krijgt al drinken. Oké, rustig. Chantal. Jongen, nu al. Belangrijk om te onthouden is dat we het hier wel hebben over een baby. Gezondheid staat dus op 1. A few inches later. Dat vind jij lekker, hè? Wow, oh my god. Zij heeft het gewoon letterlijk opgedronken in 10 seconden. Chantal, goed zo. Nu we dat hebben gedaan, is het van belang dat Chantal haar uitlating kan doen. Plassen. Daar heb ik geloof ik iets voor nodig. Oh, een hoed? Je hebt gewoon je eigen hoed gekregen. Hoe fantastisch. Nou, in ieder geval... Wat? Je hebt net gedronken. Hoezo heb je nu in één keer honger? Oké, daar gaan we. Oké. Weten jullie zeker dat dit geen drugs is? Ik wil zometeen geen spacende baby in mijn woonkamer. Ruik naar melk. Dat smaakt eigenlijk best wel... Perfect. Daar komt het treintje. Was het lekker? Nou, daar gaan we. Oh my god, dit ziet er niet schoon uit. Vangen! Dat kwam op mijn lens. Nu de baby even naar het toilet gaat, oftewel Chantal, bereiden wij alvast het wagentje voor, zodat we een leuke wandeling met haar kunnen maken. Gaan jullie mee? Let's go! Sorry Chantal. Oké, dus dit is waar wij Chantal in gaan leren... racen. Oké, hoe werkt dit? Oh my god. Het is me gelukt. Ik moet alleen nog even mijn jas pakken. Momentje. Ja, laat dat rondje rijden maar zitten. Ik bedoel, mijn kind, Chantal, houdt niet eens van buitenlucht en rondjes rijden. Toch Chantal? Ja, ze kan geen antwoord geven. In ieder geval, wat wil je doen? Wat? Je wilt gamen? Je houdt ook van gamen? Jongens en meisjes, ik wist dat ik een goede vader zou zijn. In ieder geval, belangrijk is natuurlijk wel dat als je zo'n jong persoon als dit confronteert met gamen, social media en internet, dat je dat voorzichtig aanpakt. Begin gewoon klein. A few inches later. Ja, kinderen! Goed zo! Kiel, wat ziek! Doe nog een keer! Doe nog een keer! Zo, ten achtje! Je bent beest! Ja, je bent een man! Jongens, ik moet eerlijk toegeven, ik begin steeds een betere connectie te voelen met Chantal. En ze ziet er ook zo gezond uit. In ieder geval... Wat? Je wilt in bad? Natuurlijk mag je in bad. Je was net supergoed in gamen. Jij hebt een ontspannend bad verdiend. Wel jongens en meisjes, is het wederom erg van belang dat we het hier hebben over een baby. Ook met watergeld. Kijk goed uit en hou de juiste toezicht. A few inches later. Ah. Ik hou van mijn leven. Alleen, ik heb zo'n idee dat ik iets vergeten ben. Oh ja. Ja, baby, sorry, ik was... Oké. Dat was nog eens een ervaring. Tot vandaag wist ik nooit hoe het was om mijn eigen kind te hebben. Maar eindelijk snap ik het. Dit ging fout. Even alle grapjes aan de kant. Misschien moet ik nog maar even wachten voordat ik vader word. Wat denk jij ervan, Chantal? Nee, even serieus. Ik hoop dat jullie snappen dat ik niet serieus was in deze video. Het waren grapjes. En om even het woord grap te definiëren, het is iets wat je niet serieus moet nemen. Ik was niet serieus in deze video. En Chantal die weet dat ook. Ook al is ze nog maar een baby. En als baby Chantal dat snapt, moeten jullie dat ook doen. Ik zeg dit niet voor jullie kijkers. Ik zeg dit meer voor de volwassenen die anders boos op mij worden en zeggen... Job, wat je nu doet, kan echt niet. En ik ga je bannen van mijn habbo hotelkamer. Ik heb legit een keer een e-mail gekregen van een vader die zei dat hij mij ging bannen op habbo. Ik kon 3 nachten niet slapen. Bedankt voor het kijken. Wil jij Chantal nou winnen? Je kind weggeven is niet verantwoordelijk, joh. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. In de volgende vlog ga ik wat heel leuks doen. En ga ik weer avonturen meemaken. Buiten, in de wijde wereld. Waar ik als gamer liever niet kom. Adios.